Oh, daar hadden we niet afgesproken. We hadden afgesproken, want er belden namelijk alleen maar mensen die zeiden dat ze kapot gingen. Dus ik heb Stefan ingefluisterd, want hij moest zeggen dat hij heel zou blijven. Dus Stefan, wat gaat er gebeuren met die ventilator? Die gaat hartstikke heel. Ja, die gaat hartstikke heel. Blijft heel goed. Hij blijft heel. Even jongens, meneer, even die kant oplopen, want dan komt hij zo dadelijk iets naar beneden. Ik bel de politie. Nou, zijn we er klaar voor? Ja. Zullen we het gewoon proberen? Ben je klaar voor Harm? Ja, gooi ik hem extra hard of heel voorzichtig? Nee, mag je zelf weten. Nee, mag je zelf weten. Als je hem een duwtje wil geven, dat is ook goed. Als hij dan heel blijft, heb je iets heel bijzonders. Maar het is een ventilator, geen tafelmodel. Het is eentje met een poot eronder. Met een vierpoot eronder en een rooster rond het blad. Ja. En ik hoop dat ik hem op tijd loslaat, anders vlieg ik eraf. Komt die jongens, tel hem af. Ja. 3, 2, 1. Ja! Geronimo! De klap viel hier nog wel mee, maar aan Jelmer's reactie te horen. Ja, het maakt niet veel herrie, maar het is de volledige motor ligt eruit. Het is één groot drama. Stefan, wat stom dat je dit zo voor. Dat heb je echt heel slecht voorspeld, Stefan. Ja. Maar bedankt voor het meedoen. Is goed hoor. Oké, dag. Nou, Stefan mag even blijven hangen. Ik krijg even een mocht je roepen. Hij is al weg. Oh, hij is al weg.